I like in big your derriere. Butts that can not lie. I like big butts that cannot lie. Hoi lieve patatjes, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En Fred, boom, we gaan naar mijn broertjes diploma uitreiking. Yeah, super trots dat hij zijn HAVO heeft gehaald. En ze kunnen het klaarmaken voor zijn vervolgstudie. Laborant, radioloog, als ik het goed zeg. En nou, na 2,5 uur file rijden zijn we nu bijna bij zijn school. Dus we gaan nog een beetje gas geven. We moeten bij gebouw B zijn op het Beatrix College in Tilburg. En ja, we mogen tot 7 uur binnen, dus we gaan zo meteen de deuren intrappen. Een shopvlogje maken. Ik ben naar de Bogert gegaan met mijn moeder en we zijn beland bij de New Yorker. Het enige wat ook wel handig was geweest was om het SD-kaartje mee te nemen. Dus helaas geen shopvlogje. Maar ik ga jullie natuurlijk wel even het resultaat laten zien. Een hele tas vol. Moet je eerlijk zeggen dat ik vind de New Yorker echt een toffe winkel. Alleen soms dan vind ik gewoon echt helemaal niks leuk. En de andere keer dan shop ik heel de winkel leeg. En dat was zo'n dag vandaag. Oh ja, trouwens. Ik denk echt dat Sergio echt me dood maakt. Even zonder dolle. Ik heb gewoon eigenlijk te weinig ruimte in mijn kast. Of laat ik het zeggen, ik heb te veel kleding. Dus eigenlijk wil ik ook gaan kijken of ik wat kleding weg kan doen. Maar ik vind dat zo moeilijk. Kijk. Ik moet het natuurlijk al delen met Sergio. En dan krijg je dus als je te veel kleding hebt, dat je twee stapeltje ervoor al gaat maken. Dan zie je dus op een gegeven moment al niet meer wat erachter zit. Dus die komt nooit aan de beurt. Je hebt toch altijd je favoriete kleding. Die je dan weer aantrekt. Nou, dit pelt dus ook gewoon uit, hè. Wat Sergio dus helemaal verschrikkelijk vindt, zijn al die schoenen hier zo. Dus die moet ik ook echt een keer uitzoeken. Het kledingding, nou echt dat. Dit is jassen. Jurkjes. Ja, het is gewoon niet te doen.
Het moet echt gebeuren. Dus, nou ja, goed. We gaan eerst even laten zien wat ik gekocht heb. Oh, hij is zwaar ook, jongen. Oeh. Oh, die hoort er niet bij. Als eerste een super schattig rokje. Ik denk dat je misschien de kleur nu een beetje vervormd is, maar het is een beetje oud roze. Ik heb daar ook al een foto mee op Insta geplaatst en die doet het hartstikke leuk. Zo kan ik hem niet goed zien, dus check hem nog even. Super cute. Dan hebben we deze vest. Oh, ik hou van vesten, hè. En die kleurtjes, ik hou ervan. En die staat dus ook echt super leuk op die rok die ik net liet zien. En deze erboven. Zakje, altijd handig. Vestje. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is een beetje, ja, het is een beetje satijnachtig. Echt super, super gaaf. Doe hem even aan. Ik vind het zo tof dat hij dan ook zo van boven dicht. Kijk even niet naar die flubbels, dat staat wel een beetje gek. Ja, ik hou wel van die patroontjes. Ik vind dat echt heel leuk. En het grappige was dat ze dus meerdere natuurlijk hadden hangen. Ook met dezelfde maat. Eigenlijk hetzelfde vestje. Alleen toch net het patroon net ietsje anders. Of die bloem was rood of die zat weer net ergens anders. Dus dat was wel geinig. Ik heb vooral veel vestjes en jasjes gekocht vandaag. Je zou niet zeggen dat roze mijn lievelingskleur is, hè? Roze paars, nee. Dacht ik al. Ja, deze is niet zo heel dik. Gewoon een leuk simpel jasje. Ik doe hem even dicht. Kijk, we moeten er natuurlijk wel rekening mee houden dat het ook weer gewoon wat kouder gaat worden, hè? Zakken. En ik kom er net achter dat hij ook zelfs aan de binnenkant een zak heeft. Dat is ook wel grappig. Het is geen neppen. Love it. Heb je lekker gewerkt, poepie? Ik heb heel lekker gewerkt, ja. Het is een beetje fris op de motor. Ja? Ja, ik voel dat het stikken zal, maar ik denk dat dat de insecten zijn. Ik heb geshopt. Geshopt? Ik letterlijk geshopt. Wat is dat? Of online? Of Boogaard. Boogaard? Wat is dat dan? Dat is een shopping mall. Oké, okay, leuk. Ja. Maar moest er niet eerst wat uit? I told you. Ja, dat zei ik ook al. Dus ik was ook al even zo bezig om er wat uit te halen. Maar ik vind het toch heel moeilijk. Mm, ja. Dan denk ik van, doe ik het aan? Denk ik eigenlijk, is dat ook wel leuk. Waarom trek ik het nooit aan? Nou, het is niet dat het voor mij weg moet. Want je hebt inderdaad heel veel leuke dingen. Maar het is meer dat ik vind dat er nog een kast bij moet. Ja, maar ik vind ook gewoon dat er soms dingen weg moeten. Maar eigenlijk vind ik het dan ook weer zonde om gewoon weg te doen. En, maar ik vind het ook weer te veel gedoe om alles weer persoonlijk te gaan verkopen, weet je wel. Kunnen we niet een paar leuke items uitkiezen die we dan via onze vlog weggeven? Oh ja, nou, dat is wel een goed idee. Ik noem maar een zijstraat. Dat is wel een leuk idee. Dan kunnen we daar inderdaad even het een en ander laten zien. En dan, ja. Goed idee, hè, Richard? Zo. Ja, ik ben echt fris. Ik kom net thuis. Maar ja, ja, ik was dus halverwege bezig. Want ik dacht dus heel leuk van, ik ga een shopvlog maken. Ik had hem heel netjes meegenomen. Ik ben nieuwsgierig. Dus ik denk van, nou, we gaan beginnen. Ja. SD-kaart er niet in. Oh, kutie. Ja, dat zou mij ook overkomen. Ja, dus ik was nu even alles aan het laten zien. Oké. Dus ik zal die nu even snel aan jou laten zien. En dan mag je me daarna even helpen. Wat heb je allemaal gekocht, baby? Nou,
Wat hebben we nog meer? Ik heb dus al een leren jasje met van die, van die spikes en alles erop. Ja. Maar daar mis ik er een aantal van. En die draag ik best wel veel. Dus dan kan ik die weggooien. En dan heb ik nu deze. En. Oh wauw. Ah, dat is vet. Tof, hè? Ja. Nice. Gewoon even een lekker simpel dingetje. Topje. Maar gewoon. Dus dat is een tanktopje, toch? Noemen ze dat? Ja, tanktopje. Beetje dezelfde kleur. Nou ja, een beetje donkerbronzen. Altijd lekker. Fuchsia. Of niet? Zit ik er dan helemaal naast? Nee, ja, ik roep ook maar wat, weet je. Zo, nou, is me goed ik de camera even draai, want... I like what I see. Oh, zullen we ook elke dag wel thuis komen? Dat doe je ook. Niks tegen in te brengen. Niks tegen in te brengen. Gewoon een schattig t-shirtje. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Die hing buiten. Een schattig kleurtje. Ook leuk. Gaan we doen? Oké. Auw. Doe nog eens. En nieuwe riem. Wat beestjes erop. Cool. Leuk hè? Ik heb dus een nieuwe korte broek gekocht. Want ik heb er eentje die ik echt op draag vanaf dat ik 13 ben of zo. Die zit prima. En ik heb nog meer van die korte broekjes. Die zal ik ook dan weggeven aan een van jullie. Want die zitten dan bij mij net iets te kort. Weet je wel, dat snijdt dan een beetje. Die snijdt dan een beetje. Dus ik wilde eigenlijk eentje die net even wat langer was. Dus toen vond ik deze. Dat is wel grappig, met dat kant eronder. Ja, toch? Alsof ik bij mijn oma aan tafel zit. Toch? Ja. Schattig, toch? Ja, niet zo in je... Nee. I like big in je derrière. I like big butts and I cannot lie. You are the bright candy night. And when I got one thing with the itty bitty waist and the right thing in your face, you get sprung. Ja, dan verder ken ik hem eigenlijk nooit. En als laatste... En vanavond draait zoals altijd Leontien de bordjes weer om. Hoe vind je deze? Ja, ook leuk. Het is een beetje zo'n sporty jurkje. Ja. Leuk man. Helemaal dicht, inderdaad. Een beetje een soort van vestachtig, maar dan ja. Als jurk. Nou, ik zeg, tik hem aan, ouwe. Goed geslaagd. Ja, en dus volgende keer dan gaan we gewoon wel filmen. Dus oh. Op nog. Misschien eindelijk voor jouw kleding. Ja. Ja, nog eventjes geduld, maar inderdaad. Mijn nieuwe garderobe zit er ook aan te komen. Ik zit al een beetje te kijken en zo naar wat ik wil. Dus ik wil een beetje. Ja, ik vind in de hipster scene vind ik heel veel tof. Maar ik vind. Ja, ik vind van alles eigenlijk heel erg leuk. Nee, die schoenen van de Sasha. Nou, ik kreeg een tijdje terug via een van onze Insta-foto's een. Een website door. Shulia. In ieder geval, daar stonden ook echt heel veel tof op. We hadden wel iets van €200 per stuk. Per paar, zeg maar. Dus dat was niet heel goedkoop. Maar wel heel uniek.
bijzonder, zeg maar. Dus, ja. Sparen. Sparen. Nou, ik hoop dat je toch nog een leuke vlog vond. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de kleding vinden. En we gaan dus ook nog een keer een vlogje doen met kleding die we weg gaan geven aan onze volgers. Ja, misschien kunnen we dat morgen wel doen dan. Ja. Ik zeg toppie. Ik zeg ook toppie. Geef even een likey. Comment. Altijd leuk. En vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.